Het is eigenlijk de eerste keer dat we in Vlaanderen nu die procedure lopen. Met name om een vraag van de haven van Antwerpen te kunnen beantwoorden om meer containercapaciteit te voorzien. En dus dat was allemaal zorgvuldig opgebouwd. En na een eerste fase waren er dan 8 alternatieven weerhouden. Maar dan kwam u tussen, hè, en, ja, een beetje vanuit het niets en zonder dat het ook echt voorzien is in de procedure, met een 9e alternatief. De stakeholders die wisten van niks. Die hebben dat in de krant gelezen. Die zaten samen op een vergadering en de dag erop stond dat in de krant. Het is, het is zeer eigenaardig wat hier gebeurt, hè? Want ofwel neem je niet alles mee en schreeuwt de oppositie moord en brand dat je niet alles meeneemt, ofwel neem je wel alle opties en bouwstenen mee en voor een zo gedetailleerd mogelijke studie in een poging om tot een oplossing te komen en dan is het terug moordbrand voor de oppositie. Dus allez, ik vind dit, meneer Van Bezien, ik vraag me altijd af, wat is het nu eigenlijk? Hè? U bent kandidaat-burgemeester van Antwerpen. U bent kandidaat-burgemeester voor de stad met de 2e haven van Europa. Ik denk af en toe dat u dat niet goed beseft. Maar alles wat we doen om de groei van die haven veilig te stellen en te verzekeren, en niet alleen de groei van de haven, maar het vrijwaren van alle bijgaande jobs die daarmee gepaard gaan, dat kan niet voor u. U zou eens, meneer Van Bezien, ofwel bent u kandidaat burgemeester voor Antwerpen, maar dan gedraagt u zo niet. Allee, het spijt me zeer, hè. Dan gedraagt u zo niet. Hè. Ja, mevrouw de Ridders, dat u niet graag heeft dat ik kandidaat burgemeester ben, dat begrijp ik wel. Dat u hier aan het schuimbekken bent omdat ik een debat wil voeren, begrijp ik veel minder. Het is niet zo dat er maar één waarheid is, zelfs al komen allemaal van Antwerpen. De waarheid is dat Antwerpen de mooiste stad is van de wereld. Het gaat er niet om mij gelijk te halen, maar het gaat er mij wel om dat we op een correcte manier met inspraak moeten omgaan en dat we op een rechtszekere manier de haven van Antwerpen de toekomst geven die ze verdient.